Hi, goeiedag. Welkom terug op mijn kanaal. Ik heb een Action Shop blog. Ik heb hem wat meer geshopt, maar dat, nou ja, is niet het noemen waard. Ik heb mijn bril erbij. En we beginnen met ja, de kaars. Dit is de Three Wick kaars in de geur Ruby Rose. En dit is zo'n kaars met van die knetterlonten. Eigenlijk, ja, hij komt hier op de eettafel te staan. En eigenlijk gewoon, ja, ik brand het hele jaar door kaarsjes. En dan voornamelijk geurkaarsen. Wat ik ook heb gekocht is een vlieskleed. In deze kleur, een soort taupe beige-achtige kleur. Dit is een vlieskleed, 100% polyester, 130 bij 160. Verhaaltje. Dit is de vierde die ik heb gekocht. De laatste. Anton heeft een gat in onze bank geknaagd. In de zitting, zeg maar. In een stukje waar je niet zit. En dan was de bank eigenlijk... is al oud hoor. Is 10 jaar oud. Maar ik wil eigenlijk nog niet aan een andere bank. Want ik kan op dit moment niets vinden wat naar mijn zin is. En wat in... zeg maar voor de prijs die ik ervoor wil betalen. Anton is in zijn puberteit. Dus die sloopt. En die tackles lopen sowieso veel, heb ik gehoord. En nou is het niet de enige, want de Bernesinnen sloopt ook. En de Husky sloopt ook. En de katten krabbelen en zo. Maar dit is ongeveer de kleur van de bank. Dus in plaats van... ja, we hebben nu als tijdelijke oplossing even dat we de kleden over de bank doen. En elke week worden ze dan gewassen. Want de honden liggen hier ook gewoon op de bank en zo. En dan ja, gaat de zoektocht naar een andere bank verder. Maar ik heb gewoon nog niet gevonden wat ik leuk vind. Of voor de prijs die ik ervoor wil betalen. Wat ik ook heb gekocht is de 3D Swiffer... De Swiffer 3D Clean Duster Kit. Dit is zo'n... Dit is gewoon een oude plumeau, denk ik. Eens even kijken. Gaat die er zo uit? Kan die eruit? Nou, kan er vast wel uit. Ik ben wel fan van Swiffer. Ik heb van die... Ach, nee. Dit is een gewone Swiffer. Nou, is dat lullig? Ik dacht dat dit zo'n plumeau ding was. Sorry, jeuken. Dit is een gewone Swiffer met een gewone... En waarom zit hier dan maar één? Oh, er zitten er twee. Nee, dit is een gewone Swiffer. Maar dan een hele lange, zeg maar. Oh, maar die heb ik al. Oké. Okay. Ja, maar die heb ik al. Dat wilde ik niet. Ik had bij vrouwtje, Things About Vrouwtje, weet niet hoe ze dat zo heet tegenwoordig, had ik gezien dat ze zo'n soort plumeau had. Nou, hier vind ik wel een oplossing voor. Oké, het volgende. Ik was met Dennis naar de dingen en Dennis houdt van witte chocola. Deze heeft hij ook al aangebroken. Dus Dennis wilde Twix, witte Twix, 5 keer 2 van die setjes. Zo'n setje van 2, ja, zo'n gewone Twix met zo 2 van die reepjes zit er dan in. Ja, ik hou niet zo van witte chocola, ik vind dat te zoet. Ik hou ook niet van pure chocola, want daar krijg ik hoofdpijn van. Van de pure chocoladesmaak, het bitter, zeg maar. Maar goed, die zijn voor Dennis en die kan hij lekker opeten. Als mede Dennis zijn allerfavoriete Toblerone. Die heeft hij ook aangebroken. Ja, Toblerone, wat moet je ervan zeggen?
Ik denk dat we het wel kennen, toch? Melkchocolade met honing en amandelnoga. Ja, ik hou ook niet zo van noga, moet ik eerlijk zeggen. Daar was mijn moeder heel erg gek op. Even kijken. Dan heb ik voor de Swiffer de Wet Jet een navulling gekocht. Die koop ik eigenlijk nooit. Deze was iets van 4 euro, maar dit is de citrus variant. En die wilde ik dan wel graag een keer proberen. Normaal heb ik een fles die ik gewoon navul. Want Dennis heeft die dop gemanipuleerd en dan kan je het gewoon navullen. Erin zetten, verstuiven. Verwijder de lege fles en vervang. Ja, dat doen we dus niet, want dat vind ik gewoon te duur. Want ik kan rustig, als ik mijn hele kamer ermee spuit. Ik denk onze kamer is 5,5 meter breed. En in totaal een meter of 13. Met keuken mee dan, hè? Niet alleen de woonkamer, maar de hele benedenverdieping. Ja, dan spuit ik zo'n fles. Als ik elke dag zou dweilen, terwijl de keuken natuurlijk sowieso elke dag. En met die dieren moet je wel goed... spuit ik zo'n fles er in de week wel doorheen. Maar goed, dan hebben we, ja. Oh, ik wil even zoeken hoor. Ja, best een vroeg om Head & Shoulders. Dus ik heb een kleine Head & Shoulders voor hem meegenomen. Die niet mee heeft. Hij is een week weg nu. Maar goed, deze heeft hij niet mee. Dit is de Head & Shoulders met citrus. Citrus fresh. Wessa heeft geen roos. Laten we daarmee beginnen. Ik ook niet. Wessa heeft psoriasis. Ik ook. Maar Wessa heeft het op zijn hoofd. En ik heb het op mijn benen en mijn armen. Ja, je kan hier, dit zijn psoriasisvlekjes. Dat zijn, zeg maar, je huid wordt dan op bepaalde plekken... Ja, het voelt een beetje hard. Ja, het voelt een beetje hard. Maar goed. Dat maakt niet uit. Maar toen hadden ze bij de Action deze. De Anti-Dandruff Control Shampoo. Illuminating Formule. Scalp Cleansing. Smoothing and Caring. Protect for Daily Use. Die gaat hij niet willen proberen. Want hij is heel erg merkvast met de dingen die hij probeert. Maar die wil ik wel proberen. En ik gebruik er dan een heel klein beetje met mijn gewone shampoo mee. Puur voor de jeukende hoofdhuid werkt het voor mij. Dan heb ik van Fileda. Ja, kijk. Ik heb deze mop. Met dat, die rode, zeg maar. En dat zijn van die soort lamellen slierten. Maar eigenlijk vind ik zo'n mop fijner. Dus ik heb ze allebei gehaald. En dan wil ik graag kijken of deze ook op de stang van deze kan. Dat dus. Ik heb heel veel schoonmaakspul gekocht. Ik heb mijn all-purpose cleaner gekocht. Hiervan heb ik ook de kitchen cleaner. Maar deze gaat het snelst op. Want deze is echt geweldig. Dit is Rosemary Ginger. Ze hebben de keukenreiniger is groen. Deze is roze. En de badkamerreiniger is blauw. Dit is bergamot jasmin. 98% plant-based ingredients. 100% recyclebaar bottle. Recyclable bottle. A good clean every day. Ja, ik do not use me on natural stone. A bit of me, a bit of you, and all will be spick and span. Ha, dat vind ik echt heel grappig. Anytime, anywhere, I will clean and refresh. I remove soap, scum, and other stains in your bathroom. I remove dirt everywhere. I make your house smell like home. Er zitten wel essentiële olie in. Nou, in ieder geval, deze is heel fijn. Deze maakt echt heel goed schoon. Gebruik ook in de keuken als die andere dan weer op is en zo. Maar goed, een badkamer en een
all-purpose cleaner. Dan heb ik nog voor te dweilen voor mijn hulp. Ik heb een hulp. Die komt maar 1 uurtje in de week hoor. Die doet echt niet heel veel dingen. Citronella allesreiniger. Ja, die vind ik gewoon heel lekker ruiken. Ik hou van de ik hou van citroen. Ik hou van citrus. Laat ik het gewoon daarop houden. En daar hebben we ook zo'n gel verfrissertje van gekocht. Voornamelijk voor bij de kattenbak. Niet dat de katten die gebruiken, maar goed. Finish. Wasmachine, afwasmachine reiniger. Om van de week even lekker de afwasmachine weer door te spoelen. Dan heb ik citronella body spray. En bite relief gekocht. De tijd van de muggen gaat straks beginnen. Hè, als het warme weer wordt. Nou, ze zijn er al hoor. Refreshing body spray with the scent of citronella. Spray on uncovered skin. Repeat if necessary. Verfrissende lichaamspray met de subtiele geur van citronella. Ja, voor als de muggen komen en je toch niet helemaal onder een dekbed wil. En dan, nou ja goed, dat. Dan had ik, ja, 2 Pedigree mini jumboontjes gekocht. Ja, mini jumbo's zijn dit. Zijn dit de mini? Sorry. Daar komt er nog een. Ik voel het. Sorry. Ja, Anton heeft hier wat meer moeite mee dan Lulu. Maar Lulu heeft een grotere snuit. Maar die hebben ze al op. Dan heb ik voor mezelf een nieuwe agenda gekocht. Ik heb er één. En dit is gewoon een schoolagenda. Dus die gaat over het schooljaar. Dat vond ik vroeger handig. Als beste dan. En dan ging ik gelijk met zijn schooljaar mee. Zeg maar. Ja, dat is nu natuurlijk eigenlijk niet meer handig. Maar goed. Ik zit even te kijken. Er zit een maandplanner in. One page a day. Dus je kan, ik kan heerlijk hierin lijstjes maken en zo. Ja, dit soort dingen gebruik ik dan natuurlijk niet. Hè? Zo'n roosterplanner. Een grade list zit erin. Nou, dat heb ik dan ook niet nodig. En hij begint vanaf 29 juli. En dan heb iedere maand heeft een tabblaadje. Nou, ik vond hem op zich heel cute. En ik hou van lijstjes. En ik hou van op papier dingen schrijven, planningen maken. En mijn afspraken neerzetten en zo. Dingen die gedaan moeten worden. Dingen die Dennis of Wessel moeten doen en zo. Hier schrijf ik ook dan in Wessels. En ik had daar een grote agenda. Maar die vind ik dan toch onhandig. Want die kan alleen maar zo open. Echt zo'n bureauagenda. En deze kan ik bijvoorbeeld gewoon zo. Dat blijft wat compacter op mijn laptop, zeg maar. Nou, dat, ja. Niet op reageren verder. Dan heb ik... ja, niet bij de Action, maar bij de Kruidvat. 2 keer de Supradin Vitaal 50 Plus multivitamine gehaald. Ik had het nodig. En Harry Stoppers. Hier slaap ik mee. Dat is een must. Mijn holy grail. We gaan terug naar de Action. Ik heb een Mr. Goodland Salmon Oil gekocht. Healthy Digestion en Shiny Coat. Nou, meer gewoon een beetje over die droge brokken heen, zodat ze dat eten. Ze krijgen niet te veel blikjes. Nou ja, als ze een beetje lastig doen qua droge brokken eten. Dat Anton kan het nog wel eens laten staan. En Lulu ook. En dan doen we een beetje hiervan overheen en dan eten ze. En bovendien schijnt dit ook te helpen met de verzorging van het vacht, waardoor ze minder uitvallen. En Lulu is een husky. En die verhaart, als het goed is, zeg maar 2 keer per jaar.
twee keer per jaar gaat echt de vacht vernieuwen. Zo. Maar Lulu verhaart het hele jaar. En dan twee keer extreem, zeg maar. Dat geeft op zich niet. Ja. Bij de Action hadden we ook een Sanex Deo roller gekocht voor Dennis. Dennis vindt deze fijn. Ik gebruik die van de Lidl. Dennis gebruikt deze. En verder heb ik een heleboel make-up gekocht van de Action. Oep. Ja. En dan is de tas leeg. Ik zag bij mijn Action, en dat is een relatief kleine Action, dat ze een aantal nieuwe dingen hebben. En die ik ook nog nooit geprobeerd heb. Dus ik dacht, nou, dit is de kans. Laat ik het meenemen. Er was geen foundation. Dus ik heb de Max & More BB Cream gekocht. In de kleur Light. Vegan met niacinamide en aloe vera. Evens out the color, unifies, gives skin a healthy shade. A healthy shade? Soft BB cream met SPF 30. Light coverage, provides sun protection. Dat is niet zo, hè? Een licht formulering die een huidtint egaliseert en natuurlijk ogende finish geeft. Breng aan op de schone huid, geschikt voor alle huidtypes. Nou, dus die heb ik gekocht. Wat ze wel van, dat is ook Max & More natuurlijk. Wat ze wel hadden was een concealer. Full coverage. Nou, ik ben er niet zo van. Geef dekking en glans voor een frisse stralende finish van de huid. Dat staat erop. En dit is de kleur 110 Honey. Het is allemaal inschatten. Wat ik ook heb gekocht is de Max & More Glow Primer. Met hyaluronzuur en rosehip. Een long lasting primer. En wat staat er? Creëer een stralende, moeiteloze look met deze Glow Primer. Gebruik onder je foundation voor een natuurlijk ogende gloed. Onder de BB cream in mijn geval. Ze hadden een brons en highlight kwal. Ja, nee, een duo meer. Om je huid subtiele glans en zonnige gloed te geven. En dit is dan de kleur 505 Goddess Glow. Maar die zag er het lichtste uit. Van wat ik daar kon zien. En dan heb ik een poederblush in 161 Pink Blossom. Dat was het enige die ze bij mij hadden. Geef je wangen levendige en moeiteloze natuurlijke blos. En alles is vegan. Het is een blush met een shimmer. Ik heb liever een matte, maar dat geeft niet. En dan heb ik een brow pencil van Max & More. Vegan Highly Pigmented. Geef kleur en vorm bij je wenkbrauwen met dit potlood. Brow pencil with spoolie en pencil shaper. Ja. Oh, nou. Wij hebben dus samen echt als een stel idioten in de Action staan kijken waar we de kleur konden vinden. Niet te vinden. Hoe blind kan je zijn? Ik hoorde bij Anouk Demi. Dat deze heel fijn is. En ik dacht, ik wil hem een keer proberen. En dan heb ik van de Fab Factory een setje. Een cream blush stick. Een contour stick. En een highlighter stick. Ja, ze hebben geen kleuren, want dit zijn de enige die er zijn. Dit is de blush, de contour en de highlighter. En ik zit te zoeken op de achterkant of het iets... Het zegt alleen maar waarschuwingen. Alleen voor uitwendig gebruik. Nou, zo. Er staat verder niks op. Ingrediënten, het is vegan ook.
Cream Blush Stick. Ik neem aan, gezien de verpakking, dat dit zo'n Charlotte Tilbury dupe is. Ja, nou, oké. Dit gaan we met al die make-up gaan we een leuke video proberen te maken. Ik ben wel benieuwd, want over het algemeen hoor je redelijke verhalen over de Action make-up. Dus ik weet het niet. Ik ben heel reuze benieuwd. Goed, ik ga dit allemaal even opruimen. En dan... dat gaan jullie niet zien. Ik ga eerst jullie gedag zeggen en dan ga ik dit opruimen. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en dan zie ik jullie graag de volgende keer. Doei!